Oh, die Vlaanders vandaag 2 doelpunten in een lekkere overwinning, denk ik. 1-3 bij Telstar. Ja, zeker. Ik kan wel zeggen. Zit in een lekkere reeks. En prima dat je hier 1-4 wint. Niet alleen we, want jij zit zelf ook in een behoorlijk lekkere reeks. Veel doelpunten, veel assist. Begin je er eindelijk een beetje in te komen? Ja, denk het wel. Ik zit lekker in mijn vel. Dan op een goals en assist natuurlijk wel mee voor je zelfvertrouwen. En dat zie je nu ook op het veld, dat ik met veel vertrouwen speel. En vandaag ook weer belangrijk met 2 goals. Ralf Steuntje staat natuurlijk op een punt om te vertrekken. Vandaag er niet bij wegens een blessure aan zijn bovenbenen, begreep ik. Betekent wel, als hij vertrekt, dat jij dan de nieuwe topscorer bent vandaag met 6 treffers. Dat is ook wat. 7 toch? 7? 7 al, sorry zeg. Dan heb ik hem af. Ja, eentje erbij natuurlijk. Lekker hoor, 7. Ja. Nee, ik stond op 5 nu, plus 2, dus 7. Ja, natuurlijk, het is zonde dat... ik weet niet of het al rond is, maar in ieder geval er speelt wat. En het is zonde dat Ralf dan eventueel weggaat. Maar ja, dan kan ik natuurlijk opstaan en belangrijk zijn voor het team. Het is wel zo dat er speelt natuurlijk alles rondom de club. En dat voel je ook bij de supporters. Toch winnen jullie 6 keer op rij. Hoe beleven jullie dat als spelersgroep? Ben je daarmee bezig? Ook met alle onrust rondom die overname? Of zijn jullie gewoon alleen maar gefocust op die wedstrijden? Ja, wij lezen net als iedereen wat er in de media komt. Dus dat krijgen we mee. Voor de rest zijn wij voornamelijk bezig met de play-offs en een goede vorm krijgen. En ja, met 6 overwinningen op rij kan je wel stellen dat we in een aardige flow zitten. Ja, toch is het spel de laatste 2 wedstrijden wel verbeterd, die wedstrijden daarvoor niet. Merk je daar ook zelf een duidelijk verschil op het veld? Ja, zeker. Ik denk dat we aan de bal gewoon wat dominanter zijn. Voorheen was het veel lange ballen. Ik denk nu als je ziet dat wij gewoon goed rustig aan de bal spelen, dat je tot meer kansen creëert en gewoon 4 goals kan maken. En ja, ik denk dat we een stuk meer had kunnen zijn. Ja, en gewoon wat je zegt, hè, 6 wedstrijden op rij gewonnen. Nou, vrijdag moet je naar Helmond. Ik ga niet zeggen dat je makkelijk wint, want je moet natuurlijk altijd hard werken. Maar ja, het lijkt wel gewoon een 7e zit er wel in. Waar eindigt dit dan? Kunnen we nog als we alles winnen promoveren? Nee, ik denk gewoon zoveel mogelijk winnen en in een goede race komen. En dan met vertrouwen die play-offs in. Ja, en wat je zegt, voor jezelf begint dat vertrouwen in ieder geval te groeien, denk ik. Als je zulke cijfers begint te overleggen in een aantal wedstrijden. Ja, nee, ik zit er zelf lekker in en ik hoop zo door te kunnen gaan. Ben je blij dat je dat ook nu eindelijk kan laten zien aan de supporters van NAC? Ja, zeker. Want ik had natuurlijk wel... kom van Utrecht natuurlijk een goede club. En waren hoge verwachtingen. En voor mezelf ook naar NAC toe om belangrijk te zijn. En ja, na een minder eerste half jaar ben ik nu toch op het einde waar de prijzen worden verdeeld belangrijk. Nu heb jij destijds een 1-jarig contract getekend met een optie. Is dat een eenzijdige optie vanuit jou, vanuit NAC? Moeten we ons dan zorgen maken dat je ook vertrekt na het seizoen? Van beide, maar ik ben daar nu totaal niet mee bezig als ik eerlijk ben. Zijn er ook nog geen gesprekken? Nee. Nou, dan houden we die nog even in het middag. Gefeliciteerd in ieder geval vandaag en met je 7 treffers. Yes, top, dankjewel. Dankjewel.